Hey hoi, wat leuk dat je op het punt staat om deze video te bekijken. Ben je al abonnee van mijn YouTube kanaal? Nog niet? Klik dan even op abonneer. Klik gelijk even op de bel op het moment dat je op de hoogte wil blijven van de laatste video's. Vind je het een leuke video? Geef hem dan een duim. En wil je meepraten over de onderwerpen uit deze video? Gebruik daarvoor dan de comments. Welkom bij Ask Matthijs, de podcast over e-commerce, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Zo, hallo podcast. Daar zit ik dan met Ed Zander, die zichzelf volgens mij China-specialist mag noemen. Hallo Ed. Goedemorgen Matthijs. Goedemorgen. Waar komt voor jou die passie voor China vandaan? Ja. Nou, ik moet je even corrigeren, want ik noem mezelf eigenlijk liever geen China-specialist of China-expert of China-deskundige. Want ik hou het zelf meestal gewoon bij China Tech Watcher. Het is namelijk heel moeilijk om China echt volledig te begrijpen altijd. Mensen het is vooral het tech-gedeelte waar je... Inderdaad. Ik weet wel veel over China, maar China is ook redelijk ondoorgrondelijk wat dat betreft. Dus ja. Ik kijk altijd een beetje uit voor de term expert. Maar ik heb me zeker inderdaad zeer verdiept en ik hou me heel erg bezig met de tech-sector, met name digitale innovatie in China. Ja. En dat komt van, waar komt dat vandaan? Ik heb, mijn achtergrond is CRM en database marketing. Ja. En dat heb ik een jaar of 15 heb ik dat gedaan. En toen dacht ik van, nou, het is tijd om eens een keer iets heel anders te gaan doen. En ik had al veel gereisd in Azië en ik besloot om vrijwilligerswerk te gaan doen. En de organisatie waarbij ik me had aangemeld, VSO, die vroeg of ik naar China wilde. En ik dacht in eerste instantie van, nou, dat is toch niet echt een ontwikkelingsland. Maar ik denk van, ja, het is wel een heel erg interessant land, een interessante markt natuurlijk. Er gebeurt een hoop. Dus ik heb daar 2 jaar vrijwilligerswerk gedaan als marketing consultant voor hele kleine NGO's, kleine goede doelen in de stad Xi'an. Ja. En ja, als je daar dan bent, dan zie je dat alles zo enorm snel gaat. Of het nou de bouw van compleet nieuwe gebouwen rondom je heen is, maar ook de digitale economie. Toen ik daar kwam, een paar maanden later, kwam WeChat bijvoorbeeld net op. Ja. Alibaba was heel erg sterk aan het groeien. En dan zie je het zo snel gaan allemaal. En het is zo fascinerend, maar ook zo anders tegelijkertijd. Omdat ze allemaal andere platforms hebben. Ik ben daarover gaan schrijven, toen ik nog in China zat. Ja. En ik ben dat eigenlijk blijven doen. En toen ik terugkwam, na iets meer dan 2 jaar in Nederland. Het enige wat er hier nieuw was, is dat mensen WhatsApp gebruikten en de OV-kaart hadden. Ja. En voor de rest was eigenlijk alles hetzelfde gebleven. Dus, lopen jullie dan zo achter of gaat het daar dan zoveel sneller als hier? Het gaat veel sneller daar. Het gaat veel sneller. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat mensen veel meer openstaan voor nieuwe technologie. Ja. Dus ze willen echt alles wat nieuw is, dat willen ze meteen gaan proberen. Terwijl wij al meteen zoiets hebben van, ja, hoe zit het met de privacy en hoe werkt dat allemaal? Chinezen die zijn echt heel erg open voor nieuwe digitale innovatie. Ja. En een hele belangrijke is dat de concurrentie is daar veel heviger dan bij ons. Kijk, wij hebben Google. En de meeste mensen gebruiken Google als search engine. Of die gebruiken Google Apps. Google Play Store. Of je gebruikt iOS. En de Apple Store. Maar daar blijft het eigenlijk wel bij. En dat is heel erg gekoppeld aan het operating system wat je gekozen hebt. Of de telefoon die je gekozen hebt. Yeah. Eigenlijk hebben wij maar 1 YouTube. Eigenlijk hebben wij maar... Ja, van de meeste grote platforms en grote apps is er eigenlijk maar 1. En wij zijn heel erg sterk, denken wij van, oh, ik heb een nieuw idee. Oh, dat doet al iemand anders, dus laat ik een ander idee bedenken. Terwijl in China is het veel meer zo van, hey, dat is een succesvol idee, dat gaan wij ook doen. Ja. En dan krijg je vervolgens tussen partijen als Meituan en Alibaba en JD en Tencent gewoon hele hevige concurrentie, omdat zij in alle sectoren zitten. Ja. En die concurrentie tussen die partijen is dan vervolgens weer een hele sterke drijfveer voor veel snellere innovaties dan dat wat wij eigenlijk zien. Ja, maar wat ik heel erg merk, en ik weet niet of dat daar dan ook zo anders is en waar dat dan ook vandaan komt, is dat de verandering en het adopteren van nieuwe technieken, dat gaat hier gewoon ook zo ontzettend veel trager, omdat wij op een of andere manier geprogrammeerd zijn hier als Westelingen, in ieder geval in Nederland, om met argwaan ernaar te kijken. Wat ik heel vaak merk is dat technologie heel vaak veel sneller gaat dan dat wij met elkaar kunnen of willen adopteren. Ja, inderdaad. En dat is daar dus blijkbaar ook heel anders, want anders gaat het ook lang zo snel niet. Als innovatie inderdaad afhankelijk is van mens en cultuur, ja.
Ja, wat daarnaast meespeelt, is enerzijds wat jij zegt, wij roepen altijd wel van we moeten veranderen, maar niemand wil veranderen. Nee. Eigenlijk zit toch een soort van aversie tegen verandering bij ons. Maar wat er ook meespeelt, is dat in China is het vaak zo, ze werken veel meer met ecosystemen. Dus Tencent, Meituan, Alibaba, die hebben allemaal een eigen ecosysteem. En er komt in één keer een hele nieuwe dienst bij in dezelfde app. Dus ja, de drempel om dat te gaan gebruiken voor mensen is veel lager dan het moeten downloaden van een totaal nieuwe app van een bedrijf wat je niet kent. Het zijn gewoon eigenlijk de bestaande bedrijven die steeds meer functionaliteit en dienstverlening toevoegen. Ja. En dat maakt de adoptie ook veel makkelijker en sneller in China. Ja, dus het is in die app dat daar nieuwe functionaliteiten komen, wat feitelijk is in die adoptie ook makkelijker maakt. Maar zit daar sowieso iets, jij hebt daar dan een poos gezeten, ga je er nog vaak naartoe? Ja, een van de dingen die ik doe, naast het feit dat ik lezingen geef en heel veel schrijf over China, ik schrijf gemiddeld elke 2 weken schrijf ik een artikel, verzorg ik ook studiereizen. Dus ik neem Nederlandse ondernemers of Nederlandse zakenmensen die zich willen laten inspireren of die daadwerkelijk meer willen leren van China, die neem ik mee naar China en dan gaan we eigenlijk een week op pad naar verschillende steden. Meestal Shanghai, Beijing en Hangzhou, om echt hele andere steden te laten zien, want die hebben een hele andere karakter. En dan geef ik ze meestal s'morgens geef ik college over een bepaald onderwerp. Dat kan zijn social media, new retail, e-commerce, maar ook over China zelf, de ontwikkeling van China zelf. Dus s'morgens zitten we eigenlijk in het hotel, zitten we in een meetroom en dan 's middags gaan we daadwerkelijk op pad. Dan gaan we echt kijken in het dagelijks leven en gaan we ervaren wat ik 's morgens verteld heb, gaan mensen daadwerkelijk meemaken in het echt. Ja, goed. Dus dat doe ik in tijden dat er geen coronavirus is, doe ik dat zo'n 4 maanden per jaar. Ja. Dus ik zit zo'n 4 maanden per jaar zit ik in China. Nou, daarnaast. En dan ga je maand met ondernemers? Is dat wat? Dus je gaat 4 keer een maand met een. Ik ga twee keer 2 maanden eigenlijk. Normaal gesproken zeg maar maart, april, eventueel begin mei. En september, oktober, eventueel begin november. Dus ik zit 2 keer 2 maanden zit ik in China. Dan doe ik ook heel veel voorbereidend werk, heel veel veldwerk. Ja. Want normaal gesproken heb ik een bepaald programma, maar je moet het helemaal nalopen. Dus ik doe eigenlijk de hele reis zoals we die hebben ontwikkeld. Die doe ik voordat de mensen arriveren in mijn eentje een keer. Om te kijken of het überhaupt allemaal nog bestaat. Ja. Want het gaat zo snel. Er komen veel nieuwe concepten heel snel op. Dus ik blijf ook continu nieuwe locaties toevoegen in het programma. Ja. Maar er vallen ook dingen af die er 4 maanden geleden nog waren. Dan, die onbemande winkelbewijzen van waar je dan naar hebt gekeken met een groep van 15 man. Een paar maanden in, die is gewoon weg. Ja. Veel staan er ook op wieltjes. Dus als die ergens niet goed werkt, dan rollen ze hem gewoon naar een andere woonwijk. En dan kom je terug. En dan, ik weet toch zeker dat er hier eentje stond. Ja. Dus dat doe je dan ter voorbereiding? Meestal per seizoen heb ik 3 of 4 reizen. Ja. Alleen, tijdens de coronacrisis is het dus zo dat we alle reizen van maart en april hebben moeten uitstellen tot september, oktober. Dus die schuiven allemaal eigenlijk door. Heftig. Anders had ik eigenlijk vandaag vertrokken naar gelukkig voor ons, want dan kun je nog even in de podcast komen. Ja, inderdaad. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo is het ook weer. Ja. Maar ontzettend interessant. En jij zegt dan inderdaad, wat is het effect, als we daar eens even op doorgaan, van het corona op dit moment? Want ik hoor dan en lees dan dat het daar alweer op zijn retour is. En dat mensen alweer vooral beter worden en het aantal nieuwe meldingen weer afneemt. Ja. Maar het heeft vooral enorm veel impact, lijkt mij, op de handel daar. Ja. En we merken het hier inmiddels ook. Ja, inderdaad. Ja, het is misschien even afgezonderd van Wuhan, de stad waar het is uitgebroken. Is het denk ik in China op dit moment veiliger dan bij ons in Europa. Ja. Dus wij gaan eigenlijk ook zo'n hele cyclus door. En wat je hebt gezien is dat China natuurlijk heel snel, eigenlijk niet heel snel, want ze hadden 3 weken eerder in kunnen grijpen. Maar op het moment dat ze in hebben gegrepen, net voor het Chinese nieuwjaar op de 23 januari, is het heel erg rigoureus gegaan. Ja. En toen is de hele stad Wuhan is ook op slot gegaan. En er is de mensen verteld om in zelf quarantaine te gaan en thuis te blijven. Dus, en de Chinezen die doen dat dan. Ja. Dus het wordt heel erg neergezet als een collectieve strijd van het volk tegen het virus.
En zij volgen de instructies van de overheid dan op, terwijl wij dan heel erg gaan kijken van ja, wacht even, thuis blijven, dat bepaal ik toch zelf wel. Ja. Ik denk dat dat een van de redenen is dat zij een veel ernstigere uitbraak hebben kunnen voorkomen. Maar het heeft dus wel geleid tot behoorlijke rigoureuze maatregelen en het effect daarvan op verschillende, daarmee ook online businessen en platforms. Ja. Ja, maar juist in positieve zin, toch? Als ik jouw artikelen zo een beetje erop nasla. Ja, ik heb de afgelopen week heb ik een aantal artikelen geschreven over wat het effect van coronavirus op tech in China is. Ja. En het heeft zowel positieve als minder positieve aspecten. Wat je onder andere ziet is, je moet weten dat bij het Chinese nieuwjaar gaan heel veel mensen die gaan terug naar hun familie. Ja. Om daar het Chinese nieuwjaar mee te vieren. En dat betekent onder andere dat bezorgers in de grote steden, het zijn meestal wat ze noemen migrant workers. Dat zijn, die zijn eigenlijk afkomstig van het platteland, maar die werken in de stad omdat daar meer geld te verdienen is en die sturen een groot gedeelte van hun inkomen terug naar huis. Ja. En dat zijn mensen die meestal, maar ook fabrieksarbeiders, mensen die in restaurants werken, mensen die in de bouw werken, zijn veelal die lager geschoolde blue-collar werknemers, die komen vaak van het platteland. Ja. En die gaan dan met Chinese nieuwjaar gaan ze terug naar huis. En die hebben door het coronavirus en door de maatregelen die er genomen zijn en het beperken van de mobiliteit en het reizen in het land, ja, konden die op een gegeven moment ook niet terug naar de steden waar zij werkten. Of ze kozen ervoor om dat voorlopig niet te doen en bij hun familie te blijven. Ja. Dat betekende onder andere dat er een tekort was aan bezorgers. En vooral voor Alibaba. Want Alibaba die heeft geen eigen bezorgers. Die heeft een samenwerkingsverband dat heet Cainiao. Waarbij ze met heel veel verschillende logistieke dienstverleners samenwerken. En eigenlijk gebruik maken van andere couriers om die pakketten te bezorgen. Want Alibaba is een platform. Hè. Die hebben geen eigen voorraden die zij inkopen en weer verkopen. Zij brengen verkoper en koper bij elkaar. Maar op het moment dat je die pakketjes niet kunt bezorgen, omdat er geen tekort is aan bezorgers, en op het moment dat die verkopers geen voorraad meer hebben, omdat de fabrieken nog niet op gang zijn gekomen, want die zijn gesloten vanwege het coronavirus, of die hebben nog een tekort aan personeel, de meeste fabrieken die draaien nu nog maar op 50%, dan krijgen zij ook geen toevoer van nieuwe producten. Dus op het gebied van reguliere e-commerce zie je dat bij heel veel productcategorieën dat het heel erg moeizaam is geweest, met name van Alibaba. Ja. Als je kijkt naar JD.com, hun grote concurrent, dat is veel meer een Amazon-achtige business. En het bijzondere van JD is dat zij hun hele eigen logistieke apparaat hebben. Dus zij hebben hun eigen magazijnen die vol liggen met producten. Ja. En zij hebben hun eigen couriers die dat ook bezorgen. Dus zij hebben daar veel meer invloed op. En je ziet dus dat JD een veel minder een klap heeft gekregen. Die krijgt ook een klap daar niet van. Maar veel minder die invloed voelt van corona dan een Alibaba. Ja. Tegelijkertijd wat er gebeurt, wat ik ook beschreef in een van mijn artikelen, is dat je ziet dat een productcategorie waar het eigenlijk best wel moeilijk mee ging de voorgaande jaren, en dat is boodschappen bezorgen. Er zijn verschillende initiatieven en platforms waar je dat kunt doen. Onder andere de bekende, beroemde Geurma-winkels van Alibaba. Ja, niet de Hema, maar... Ja, niet de Hema inderdaad, nee, maar de Geurma op zijn Chinees uitgesproken. Ja. Dat was al wel populair, maar je ziet dat zo'n platform, maar ook andere maaltijden boodschappenbezorgers van JD, van Meituan Dianping, die zijn enorm gaan groeien. Waarom? Omdat mensen eigenlijk thuis moesten blijven in die quarantaine. Ja. Dan mocht er meestal één gezinslid nog eens in de 2-3 dagen nog even het huis uit om boodschappen te gaan doen. Maar ze konden ook gewoon die boodschappen laten bezorgen. Dus dat is een marktsegment wat heel erg sterk is gegroeid in de afgelopen weken. En ja, de hoop is van de partijen die dat aanbieden, wat weer dezelfde partijen zijn, weer de Meituan, JD en Alibaba. Die met elkaar weer die grote reuzen, ja. Ja, dat dit een marktsegment is wat door die invloed van het coronavirus uiteindelijk, dat mensen daaraan gewend zijn geraakt en dat ze dat blijven doen. Dus dat bezorgen van boodschappen eigenlijk sterk blijft en sterk blijft doorgroeien, ook na het coronavirus. Ja, bijzonder. Hè? Dus eigenlijk als je dan in die steden, nou, dan probeer ik me dat even in te beelden, hè? Dan ben je in zo'n grote stad en dan feitelijk gezien lopen dus alleen maar mensen buiten, hè? Wat je zei, één persoon per gezinslid om even boodschappen te doen en de rest zijn eigenlijk allemaal, voor zover ze er dan nog zijn, hè? Zijn het bezorgers van online bestellingen die spullen aan het rondbrengen zijn. Ja, inderdaad. Ja.
Idioten, heb je daar zelf beelden van gezien? Of ken je daar mensen en heb je mensen gesproken die daarmee te maken hebben? Want het lijkt me toch ook een hele rare gewaarwording als dat... Ja, ik heb het, voordat het hier in Nederland natuurlijk begon te spelen, heb ik het eigenlijk in januari en februari heb ik het al heel nauw gevolgd. Ook veel beelden gezien van Chinezen die zaken online hebben gezet, waarbij je dus inderdaad totaal uitgesproken torven, winkelcentra en straten ziet. Ja. En wat ik heb gedaan voor een van de laatste artikelen die ik heb geschreven, dat gaat over een soort van gekleurde QR-code, waarmee je kunt laten zien dat je wel of niet risicovol bent, qua besmetting. Daar heb ik een van mijn kennissen, mijn Chinese lerares in Hangzhou, waar als ik tijd over heb, meestal les van krijg, die heb ik gevraagd om daar wat foto's van te maken. En dan zie je dus ook inderdaad dat als je een woongemeenschap, en er zijn meestal een aantal hele grote flatgebouwen met een hek eromheen. Dat noemen ze een xiaoqu, dus een soort van compound. En dan wordt iedereen die daar naar binnen gaat, die wordt dus inderdaad gecontroleerd op temperatuur, op zijn QR-code. Maar ook bezorgers van pakketjes, die mogen daar dus niet naar binnen. Dus die moeten buiten blijven staan. En die moeten mensen bellen. En mensen moeten dan zelf hun eigen pakket komen halen. Want ze willen niet al die vreemde bezorgers, waarvan ze niet weten of ze een risico zijn, in die compound hebben. Ja. Dus ja, dat soort dingen. Ja, onder andere wat ik zei in het laatste artikel, er staat een hele foto-impressie van hoe dat er dan in het echt uitziet. Ja, en waar kunnen we die lezen? Of even voor de mensen die dit luisteren? Op chinatalk.nl. En als je op de homepage, dan zie je een banner van tech in tijden van corona. En als je daarop klikt, dan zie je de totale reeks. Want het zijn er nu 5 en waarschijnlijk zal ik nog wel een paar blijven komen, schrijven. Want er blijven dingen gebeuren wat dat betreft. Ja. En dan krijg je een totaal overzicht van de hele reeks met artikelen. Ja. Wat vind je van de reacties van de Nederlandse partijen die we tot nu toe hebben gezien op het corona-effect, om het zo maar te zeggen? Google Blue, 2 weken geleden. Dat soort dingen, is dat logisch? Klopt dat in jouw beleving? Of? Ik ben niet zo heel erg bezig eigenlijk met wat er in Nederland gebeurt. Eigenlijk, wat dat betreft, heb ik best wel een tunnelvisie, hoor. Ik ben heel erg bezig met wat in China gebeurt. Maar vertel, wat heeft Coolblue gedaan? Nou ja, die hebben op een gegeven moment dan alle affiliates en alle Google Ads afgesloten, omdat zij voorzagen dat hun voorraad te ver terugliep. Dat was het eerste, zonder daar berichtgeving over te doen. Dus daar was heel Nederland, e-commerce Nederland, helemaal van onder de indruk. En social media stond er vol mee. En toen, na het weekend, hebben ze eigenlijk ook gelijk de prijzen verhoogd. Omdat zij zagen, ja, als het schaarste is bij producten, ja, dan moet de prijs ook omhoog. Ja. Maar goed, ja, de reacties van andere partijen, die blijven tot nog toe uit. Ja. Ja, wat betreft dat beperken van zeg maar, het risico dat dingen heel erg snel uitverkocht raken, dat kan me wel iets bij voorstellen, want dat is eigenlijk wat er ook dus in China gebeurde, hè, dat gewoon niks meer in de pipeline zat. Ja, precies. Wat betreft die prijsverhoging, wat juist opvalt in China, is dat Alibaba en JD, maar met name ook Alibaba, die zijn er heel erg sterk tegen opgetreden. Want wat je met name zag, is dat bijvoorbeeld de prijs van mondkapjes heel erg sterk begon te stijgen. Ja. En wat Alibaba juist heeft gedaan, ondanks het feit dat zij natuurlijk bij een hogere prijs een betere commissie krijgen, hebben zij gezegd van nee, daar mag geen misbruik van worden gemaakt. En die prijs die zetten we gewoon vast. Op een bepaald maximum. Die is daar juist eigenlijk tegen opgetreden. Tegen die inflatie door middel of dankzij de schaarste. Ja. En wat dat betreft zie je dat die partijen eigenlijk wel heel erg netjes omgaan. Wat zij ook hebben gedaan, is zij hebben voor een hele hoop handelaren die best wel in de problemen zitten. Want die hebben minder verkoop. Die hebben personeelskosten. Personeel dat ze moeten betalen, maar tegelijkertijd geen verkopen. Dus partijen als JD en Alibaba, die hebben ook tijdelijk een aantal kosten die handelaren normaal moeten betalen, hebben zij kwijtgescholden. Zij geven die handelaren ook renteloze leningen. Zij laten ook mensen die nog niet op de digitale platform zaten, maar die eigenlijk alleen maar offline verkochten, nu versneld en veel makkelijker dan normaal ook deelnemen aan hun platforms. Dus je ziet dat... tegelijkertijd is dat soms wel een beetje PR-gedreven. Hè? Dus het MVO van kijk ons is wat we allemaal goed doen. Ja, ja, ja. Maar zij nemen wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in die crisis. Om juist de consument en de handelaren
te beschermen. Ja, want zij hebben ook, wat ik gelezen heb, behoorlijk gedoneerd aan het bestrijden van het virus. Ja, inderdaad. Ja, er zijn, kijk, dat krijgen wij misschien in Nederland niet zo heel vaak mee, maar dit soort bedrijven liggen soms van consumenten best wel onder vuur. Ja. Ook bij verschillende schandalen die er zijn geweest, of het nou gaat om namaakartikelen, nepgoederen of Didi bijvoorbeeld. Dat is de ride-hailing, de leidende ride-hailing-partij, zeg maar de Uber van China. Ja. Daar zijn een aantal schandalen geweest dat er passagiers door hun chauffeur zijn vermoord 2 jaar geleden. Dus die liggen best wel onder vuur van hoe goed beschermen jullie de consument. En je ziet dat ze dit ook weer oppakken als een opportunity om te laten zien, door middel van donaties, maar door middel ook bijvoorbeeld van het beschikbaar maken van gratis chauffeurs die gratis medisch personeel van A naar B brengen, ja. Dat zij laten zien dat zij echt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wel nemen. Ja, maar vooral als PR, als ik jou zo hoor. Deels als PR. Ik denk dat het deels ook echt wel gemeend is. Ja. Want nogmaals, wat ik al zei, dat collectivisme wat er in China geldt, van wij vechten met z'n allen tegen het virus, dat betekent dat er een gedeelte burgerlijke gehoorzaamheid moet zijn. Ja. Maar het is wel een strijd die wij samen voeren. Daar doen die commerciële, die private sector, die doet daar gewoon ook aan mee. Ja. Dus of het is, wij doen eraan mee en we gebruiken dat meteen als PR, of het is PR en we zien het als investeringen in PR. Ik denk dat het meer het eerste is. En dat het meteen wordt aangegrepen als PR-mogelijkheid. Maar dat het wel grotendeels gemeend is wat ze doen. Okay. Want ze geven behoorlijke inkomstenbronnen op wat dat betreft. Ja, dat zijn nogal wat bedragen. Hè? Ik zag volgens mij 1 miljard of zo voorbij komen vanuit. Ja, in verschillende fondsen inderdaad. Maar 1 miljard, ook medische artikelen die gratis ter beschikking worden gesteld. Dus, heel heftig hoor. Ja. Wat van de trends die jij ziet in China, denk je dat het over gaan vliegen naar Nederlandse e-commerce en wat we hier daarvan merken? Ja, dat is moeilijk. Want heel veel van de dingen die een trend zijn in China, of die heel erg sterk groeien en goed ontwikkelen, die zijn wel heel erg afhankelijk van Chinese omstandigheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat boodschappen bezorgen waar ik het over had. Ja, de meeste, als je zo'n Gema, zo'n Fresh Apple van Alibaba, zo'n winkel pakt, die bezorgt in een straal van 5 kilometer rondom de winkel. Ja. Maar als je bij zo'n winkel naar buiten loopt en je kijkt omhoog, dan zijn het allemaal gigantische flatgebouwen. Ja, dus daar zitten een hoop mensen. Dus het aantal mensen in zo'n verzorgingsgebied van 5 kilometer is heel erg groot. En de kosten voor bezorging zijn ook relatief laag. Ja. Dus dat is heel moeilijk, omdat, tenzij je echt een dichtbevolkte buurt hebt, om dat te kopiëren naar Nederland. Ja. Kijk, wat wij ook missen, is wij missen die ecosystemen. Als je kijkt naar een Tencent en je kijkt naar een Alipay en je kijkt naar Meituan, daar zit alles zo'n beetje in. Of je nou een taxi wil hebben, of je wil een fiets huren, of je wil boodschappen laten bezorgen. Dat kan allemaal in 1 app. Ja. Dus mensen hoeven vaak die app niet meer uit. Dat betekent vervolgens dat ze zich heel erg gebonden raken aan die partijen, maar dat er ook een heel erg sterk gemak is. Als je kijkt naar de partijen bij ons die dat zouden kunnen faciliteren, een Google, een Amazon of een Facebook, ondanks dat veel van die partijen, met name Facebook, al jaren roepen van wij moeten meer kijken naar het model in Azië, naar die ecosystemen, naar die superapps, zie je dat heel lastig of heel traag zie je dat maar verschijnen. Ja. En het heeft onder andere ook mee te maken dat, kijk, in China is het eigenlijk makkelijk. Hè? Het is een markt van 1,4 miljard mensen, maar er is 1 wetgeving. Ja. Er is 1 financiële sector. Je hoeft niet met verschillende landen, met verschillende regelgevingen, je kunt gewoon in principe kun je iets doorvoeren, want ja, dat is meteen past dat voor 1,4 miljard mensen. Ja. Terwijl als Facebook iets moet doen, dan moeten ze kijken naar Amerikaanse wetgeving, Europese wetgeving, et cetera, et cetera. Ja, ja. En al die micro dingen nog weer. Ja, taal. Zeker als je daar fintech. Ja, als je daar fintech ook nog eens een keer aan toevoegt. Maar wat ik denk waar wij wel veel van kunnen leren, is wat je op dit moment ziet gebeuren in China op het gebied van social commerce. Ja. En daar heb je ook weer verschillende partijen in. Maar wat heel heel succesvol is, met name het afgelopen jaar, is livestream. Ja.
En livestreaming heb je in verschillende vormen. Je hebt van die jonge dames die zitten voor de camera, die zijn aan het zingen en die krijgen dan virtuele cadeautjes. Zo is livestreaming een beetje begonnen in China. Ja. Wat je steeds meer ziet, is mensen die een beetje zoals telesales, hè, wat je vroeger op tv en volgens mij nog wel hebt. Ja. Mensen die hun product aanprijzen en verkopen. Alleen dat zijn dan de handelaren zelf die dat doen. Dus die hebben bijvoorbeeld op Taobao, heb je Taobao Live. Taobao is dus het C2C kanaal van Alibaba. Ja. En dan zijn de verkopers, die zijn zich gewoon zelf live aan het uitzenden. Waarbij ze de kleding die ze verkopen helemaal showen of de make-up laten zien. Soms ook nog een stukje content eromheen bouwen. En aantallen mensen die dat... het bereik is misschien lager... Maar de conversiepercentages zijn veel hoger. Want het laatste wat ik heb gezien is 6-10% is het gemiddelde conversie op een livestreamkanaal. Ja. Dus, en maar dat staan is, wij daar even weer, daar komt die cultuur volgens mij weer naar voren. Hè? Staan wij daarvoor open? Zouden wij die manier... Het is natuurlijk wel... Ik bedoel, even mijn perceptie daarvan dan. Hè? Ja. En die is niet zo breed, dus daarvoor gelijk mijn excuses. Maar... de dingen die ik daarvan zie, hè, Chinese meisjes wouden altijd heel erg op de westerse meisjes lijken, dus rare operaties en weet ik wat allemaal, ook om langer te kunnen worden. Dat soort extremen, die zie ik alleen maar daar. En die zie ik hier zo snel gebeuren. Dus dat wij wij hebben een mooi product en dat wij hier nou op onze livestream gaan zitten, dat voelt niet als westers. Nee, dat klopt. Maar dat is ook niet zozeer wat ik met name bedoel. Het livestreamen als het laten zien en het aanprijzen van je product. Waarbij er vervolgens tijdens die livestream gewoon meteen een knop zit waarbij je zegt van die wil ik hebben. Precies. Meteen kopen vanuit de livestream. Ja. Dat levert dus een hele grote conversie op. En wat je dus wel hebt gezien in maar dan zien we dat hier misschien meer met influencers gebeuren. Je bedoelt meer de technologie die straks ook beschikbaar wordt binnen... Ja, want dus dat had je dus in China ook. En dat soort dingen, ja. Ja, dat had je dus in China ook. Er waren ook inderdaad, zoals ze dan noemen, KOL, Key Opinion Leaders, of influencers. Die dan vooral bezig waren om content te genereren. Maar je ziet dat dat nu gecombineerd is met de e-commerce kanalen. Ja. Waarbij zo'n influencer zich uitzendt via een e-commerce kanaal. En je dan meteen de mogelijkheid hebt om het product wat ze tonen, om dat meteen te kopen. Dus ja. Eigenlijk, die KOL's die hebben wij dus ook gekregen in het Westen. En als er een partij is die gaat faciliteren dat zij zichzelf kunnen uitzenden en producten verkopen, dan denk ik dat dat een model is wat bij ons ook zou kunnen werken. Ja. Het is in China zelfs zo dat het wordt ook ingezet om mensen die op het platteland, de boeren, die zenden zich ook gewoon livestreaming uit. Hè? En die laten dan vervolgens hun appels en hun meloenen zien en dan kunnen de mensen uit de steden, die dat zitten te kijken, die denken van, hey, dat is, als ik dat rechtstreeks bij die boer koop, dat is super vers, dat is een betrouwbaar product. Dus die bestellen dat meteen vanuit de app. En wat je dus ziet, is dat niet alleen in de e-commerce, de reguliere e-commerce platforms als Taobao gebeurt, maar ook in Douyin, zeg maar, de Chinese TikTok. Ja. En Kuaishou, dat is ook een short video app. Dat mensen daar hun producten verkopen. Dus dat er of vanuit een short video meteen doorgeklikt kan worden naar een online shop op Taobao. Ja. Of je kunt gewoon vanuit zo'n videostream kun je het meteen rechtstreeks kopen. Ja. Dus die hele integratie van user-generated content in combinatie met daadwerkelijk meteen kunnen kopen, dat gaat heel dat snel. Zie ik ook en wel, dat zou iets kunnen zijn waar wij veel van kunnen leren. Ja. En zijn we daar klaar voor? Of is het nog steeds weer enorm lastig omdat... Je zei net al even wetgeving, hè, maar het zijn allemaal microspelers, als je het zo bekijkt. Die dan allemaal moeten worden ontsloten. En dan moeten ook die platformen, die moeten daar klaar voor zijn. Dan moet je ook weer voldoende gebruikers op hebben. Hè. Ik denk dat een heleboel organisaties daar zich nog enorm op verkijken. Social media, dat doen we er voornamelijk nog een beetje bij. Wat voor uitdagingen zie je op dat vlak? Zijn we daar hier klaar voor? Of is dat weer een vraag waarbij jij zegt, ik heb meer tunnelvisie op China, dus ik weet niet hoe... Dat enerzijds. Kijk, wat ik wel heel erg sterk in de gaten hou, is als ik zie dat er nieuwe functionaliteit komt in apps in het Westen. En dat zie ik bijvoorbeeld als gebeuren op een Instagram, hè, dat je ergens een filmpje van kunt maken en dan word je meteen doorgeschoten naar een pagina van, hey, dat product wat je nou net filmde of waar je een foto van nam, dat kun je hier kopen. Ja. Dat heb ik 5 jaar geleden al gezien in China. Ja. Dus ik zie wel dat soort platforms
het steeds meer overnemen. En vaak moeten ze het ook, want ze moeten een bepaalde vorm voor monetizing moeten ze vinden. Ja. Wat vaak nog een uitdaging is. En in China is het zo dat die monetizing veelal niet uit advertentieinkomsten komt, maar uit andere inkomsten. Ja, commissie op verkoop. Wij zijn nog heel erg, zeker als je naar Facebook kijkt, hè, natuurlijk, zijn heel erg aan het denken vanuit advertenties afvuren naar die gebruikers. Ja. Als je bijvoorbeeld een Facebook, ik geloof dat daar, nou, ik ben op een gegeven moment gestopt met Facebook, want ik vond het echt irritant worden. maar ik geloof dat iets van 1 in de 4 of 5 posts die je voorbij ziet komen is een advertentie, geloof ik tegenwoordig. Ja. Als je kijkt naar WeChat, dan WeChat die beschermt heel erg de user experience. Ja. Dus die beperkt dat tot 2 per persoon per dag. Okay. Dus ja, zij krijgen wel inkomsten daarin, maar ja. zij proberen ook om de user experience heel erg te beschermen. En waar zij het dan vervolgens uithalen, is dat zij zeggen van oké, we hebben een stukje advertentieinkomsten, maar we gaan ook mobile payment aanbieden. En wij krijgen een micro-commissie op al die mobile payments die mensen met WeChat of met Alipay in het geval van Alibaba uitvoeren. Ja, ja. En dat is veel interessanter dan die advertentieinkomsten. Ja. Want als we daar te ver in gaan, dan maken we eigenlijk onze eigen app kapot. Ja, maar dat dus gaan we natuurlijk bij die platformen ook zien. Hè? Die moeten daarin ook enorm op hun passen gaan tellen, want anders dan raken ze gewoon die gebruiker elke keer kwijt. En ik denk het mooiste voorbeeld daarin is de snelheid waarbij in TikTok nu wordt geadopteerd. Mensen vinden dat nu nog leuk, omdat die grote bedrijven eigenlijk nog niet doorhebben hoe het zit en je kunt nog niet adverteren. Ja. Tenminste, heel minimaal, wat ik er dan van zie. Dat is denk ik het succes van zo'n platform. En op het moment dat dat weer doorslaat, ja, dan zullen mensen weer op zoek gaan naar wat anders. Inderdaad, tenzij en TikTok. Inderdaad. Nou, TikTok is natuurlijk hetzelfde als Douyin in China. Dat is van ByteDance. En TikTok heeft in principe al die infrastructuur om die social commerce al aan te gaan bieden. Ja. Of ByteDance heeft die infrastructuur om dat ook in TikTok te kunnen doen. Dus zoals je zegt, inderdaad. Ja. Daar komt nog wel het een en ander aan wetgeving en dergelijke komt daarbij kijken. Ja. Maar zij zouden theoretisch zouden zij dat ook kunnen. Ja. Dus misschien zijn het wel dat soort partijen. En die zijn heel zeldzaam. Hè? Zijn eigenlijk, ByteDance is de enige partij die me zo te binnen schiet. Als voorbeeld van een Chinese bedrijf met een Chinese product wat in het Westen heel erg populair is. Ja. Want WeChat, ja, er is geen enkele reden. Dus WeChat is fantastisch als je in China bent. Maar hier heb je er helemaal niks aan. Nee. Want dan heb je gewoon een soort van andere WhatsApp. En heeft geen toegevoegde waarde. Maar zodra je in China bent, je kunt mobile payment kun je gebruiken, je kunt mini-programs en dergelijke gebruiken, dan gaat er een wereld voor je open. Maar dat gaan we hier toch ook wel meer zien? Ik bedoel, daar betaal je volgens mij alles of zonder überhaupt iets te doen. Met QR-codes, wat je net al zei, hè, wat dan het voorbeeld was waarbij mensen vooral nu gekleurcode worden, of ze wel of niet besmet of gevoelig ervoor zijn. Maar volgens mij gaat alles daar al jaren met QR-codes. Ja, ja. Ja, dat is met name heel erg groot geworden dankzij de mobile payments. Ja. Dus er waren verschillende technologieën. Je had natuurlijk NFC, near field communication. Maar uiteindelijk is China gegaan door QR-codes. Dus heel makkelijk. Je kunt je eigen QR-code uitprinten. Je plakt hem op de muur van je restaurant. En iedereen die kan vervolgens kan betalen zonder dat je daar nog een POS-systeem voor nodig hebt. Ja. Dus het is heel laagdrempelig, heel veelzijdig. Ja. En het is naast mobile payment is het voor heel veel andere functionaliteiten is het ook ingezet. Dus je ziet overal zie je in China QR-codes. En dan meestal toch zie je daar nog best wel veel contant geld. Hè? Want als ik jou zo hoor, klinkt het haast alsof het helemaal niet zo is. Maar in de berichtgeving rondom weer dat coronavirus moesten ze toch op een gegeven moment ook al het geld gaan wassen. Ja, er is nog wel contant geld, maar je kunt ervan uitgaan dat in de steden ongeveer 95% van de mensen betaalt met mobiel. Ja. En er zijn echt mensen, als ik zelf in China ben, als ik 2 maanden in China ben, dan is er meestal maar 1 plek waar ik cash geld betaal. En dat is een bepaald hostel waar ik regelmatig een kamer heb. Ja. En die willen alleen maar cash geld hebben. Die willen dat waarschijnlijk. Beetje duister. En dan zeg ik van ja, maar ik heb ook een Chinese bankkaart. Ik kan gewoon ook gewoon pinnen. Nee. Ik zeg WeChat. Nee. Alleen maar cash. Ook geen buitenlandse creditcards. Maar de rest van die 2 maanden betaal ik alles
betaling of met mijn creditcard bij hotels. Of ik mobiel. Alle boodschappen betaal ik of in een app van Alibaba of in WeChat. WeChat Pay. En dat kan ook allemaal? Of heb je dan ook specifiek dan weer daar een provider nodig? Of kun je dat wel gewoon met je westerse mobiel kun je daar ook wel gewoon terecht als je die app maar hebt? Dat is lastig. Want je moet eigenlijk, is het altijd zo geweest dat je een Chinese bankrekening moet hebben. Nou, die heb ik één. Het is tegenwoordig wel zo dat Alibaba en Tencent het mogelijk maken dat je een soort van tourpas als toerist eigenlijk downloadt. En daar stort je dan een bepaald bedrag in. Ja. En dan kun je ook mobiel betalen. Alleen mijn ervaring is, want ik heb het een keer uitgeprobeerd. Want het zou heel erg makkelijk zijn bijvoorbeeld voor de mensen die in onze studiereizen meegaan om dat te laten ervaren. Ja. Is dat werkt wel. Alleen op het moment wat ze doen, ter verificatie doen ze een micropayment van je bankrekening of van je creditcard. En dan slaat hier bij de Nederlandse bank, bij de Rabobank of welke bank, gaat je creditcard op slot. Want er wordt een onbetrouwbare transactie gedaan vanuit China. Ja. En heb ik vervolgens met de Rabobank moeten bellen om mijn creditcard weer te laten deblokkeren. Ja, precies. Dus toen heb ik ook zoiets gehad van, nou, ik ga het ook niet meer proberen. Dat dus niet doen. Nee. Theoretisch kan het wel. In de praktijk is het gewoon vaak het lastiger. Ja, ja. En dat ze hebben geen PayPal-achtige oplossing waar je natuurlijk, want dat zo klinkt het een beetje als je inderdaad kan koppelen. Nee, ik geloof wel dat PayPal is nu een van de eerste partijen die ook een licentie heeft gekregen om zaken te doen in China. Dus ik hoop dat misschien PayPal ook in staat stelt om mobile payments in China te kunnen doen. Ja. Maar het is ook niet zo dat je geen cashgeld meer kan betalen. En naarmate je verder op het platteland komt, dan zul je ook steeds meer zien dat mensen met cashgeld gaan betalen. Want de jongeren van het platteland, die zijn meestal verhuisd naar de grote steden. En in heel veel gebieden, zeker als je echt in hele kleine dorpjes komt, dan zijn het vaak de opa's en de oma's. En de kleinkinderen die daar nog wonen. Dus de penetratie van mobile payment is dan vaak ook een stuk lager. Maar qua infrastructuur en qua netwerk en zo zou het wel kunnen. Alleen het is meer ook daar weer gewoontes en gewenningen. Ja, want overal is er in principe mobiel internet. Dus die infrastructuur die is op zich is die heel erg goed. Maar er is nog steeds zo'n 40% van de Chinezen die nog niet online zijn. En dat zijn dan met name vaak de oudere generaties en de generaties die op het platteland. Die contrasten zijn wel heel groot ook daar weer, hè? Ja, het is enorm. Daarom zeg ik ook, tijdens onze studiereis bezoeken wij ook een dorp. En dat is nog niet eens zo'n heel erg afgelegen dorp. Ja, maar dan krijg je wel een beetje het verschil te zien tussen Shanghai, Hangzhou, Beijing en zo'n redelijk welvarend dorp. Ja. Want ik zeg altijd, van als mensen naar China gaan en ze gaan naar Shanghai en ze denken dat China is, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Nee. Het is zo enorm veelzijdig, tot hele verschillende etnische minderheden die met name langs de randen van China wonen. Ja. Platteland versus de steden, noord versus zuid, oost versus west. Het is, je moet er echt bij wijze van doorheen reizen om die verschillen echt te kunnen ervaren. Ja. En helaas zijn er een hele hoop mensen die gaan naar Shanghai toe en die denken dan van, nou, ik heb China gezien. Ja. En noemen zich vervolgens China-expert. Daarom zei jij ook, laten we vooral maar bij de tech-trendwatcher blijven. Inderdaad. Want het is zo veelzijdig en uitgebreid. Nou, ja, en wat ik ook nog wel zie, hè, en ik weet niet of, tenminste, dat is iets waar we in de voorbereidingen ook wel even hebben aangestipt, is dat nu, hè, met het, jij zei al, er zijn een aantal dingen die met het coronavirus versneld lijken te worden geadopteerd. En volgens mij een van de andere dingen is ook, en mensen moeten nu veel meer thuis werken, thuis scholen. Dus je ziet volgens mij ook een enorme toename aan, eigenlijk zoals wij nu deze podcast aan het opnemen zijn, het livestreamen en op afstand op die manier contact met elkaar hebben. Ja, inderdaad. Doordat mensen thuis moesten blijven, dat zijn enerzijds de werknemers die moesten thuis blijven, maar ook scholieren die moesten thuis blijven. Ja. Als een van de maatregelen om het risico van verspreiding van het virus tegen te gaan, betekent dat enerzijds dat met name kantoormedewerkers veel gebruik zijn gaan maken van DingTalk. DingTalk is eigenlijk een soort van enterprise software van Alibaba. Ja. Tencent Meeting, dat is een conference tool, en WeChat Work. Ze zijn alle drie zeg maar, soort van enterprise software achter de pakketten.
Ja. En dan om te enterprise in de zin dat... van dat het voor grotere bedrijven is? Of is het duur? Of is het... Nee, nee, nee. In principe kan iedereen kan dat downloaden en kan daar gebruik van maken. Ja. En dat zijn ja, ook weer, dat is weer een marktsegment wat wel groeide, maar nog niet zo heel erg groot was. En wat heel erg sterk is gaan groeien door die coronasituatie. Ja. Enerzijds door werknemers, maar er zijn dus ook studenten die nu les krijgen van hun leraren via livestreamen. Ja. Via een app als DingTalk. Wat vervolgens die studenten weer niet zo prettig vinden. En heel veel 1-ster reviews achterlaten van DingTalk in een poging om die app geband te krijgen. Ze hebben ergens een gerucht gehoord dat als een app alleen maar 1-ster krijgt, 1-ster reviews krijgt, dan wordt die verwijderd van het platform. Dus, ja. En zo proberen ze onder school uit te komen. Ja, ja, inderdaad. Maar tegelijkertijd is het wel iets waar je dus ziet dat ze toch op zoek zijn naar een manier om onderwijs, wat heel erg belangrijk is in China, ja, om dat te faciliteren. En wat wel leuk is dat mijn vrouw is Chinees. En zij is lerares Chinese taal en cultuur. Ja. En we wonen in Brabant en we hebben natuurlijk te horen gekregen van, oh, als je een kriebelhoest hebt, blijf maar even thuis. Ja, ja, ja. En wat zij... vervolgens heeft gedaan, is, want zij studeert ook nog aan de universiteit in Leiden, ja, voor haar lerarenbevoegdheid, en ja, zij geeft les. Ze heeft dus afgelopen maandag heeft zij les gevolgd via WhatsApp, heeft gewoon haar lerares in Leiden heeft dat aangezet, en ja, zij is vandaag is zij haar eigen studenten les aan het geven via Skype. Dus we hebben eigenlijk gekeken van hoe hebben ze dat aangepakt in China, en, ja, en bij dezelfde manier is zij dat nu ook aan het uitproberen. Ja, ja, ja. Nou, super zeg. En dat was ook wel een hele goede cue, hè? Want volgens mij had je het over haar en kwam ze. Ze kwam toevallig net langs, ja. Ja, precies. Ja. Ze heeft over 5 minuten heeft ze weer een volgende les. Inderdaad. Kijk, hartstikke goed. Mag ik jou dan, ik denk dat dat een mooie cue is om voor ons dan deze podcast af te sluiten. Ik denk, mag ik jou enorm bedanken voor het delen van je kennis en je enthousiasme over dit onderwerp en het gebied. Superleuk. Ja, graag gedaan. Jou gesproken hebben, heb ik gelijk zin om me aan te melden voor een van de volgende reizen die kant op. Want het lijkt me superleuk en inspirerend om te zien hoe het daar allemaal gaat. Ja, en ja. Ik ben heel benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Want aan de ene kant heb ik het gevoel dat we met z'n allen enorm in een soort van stresssituatie schieten met alles rondom die corona. Maar als je ziet wat er daar inderdaad gebeurt en hoe we daar dus... En jij noemt een mooi voorbeeld. Hoe we daar nu hier ook mee omgaan, denk ik dat we daar... dat het ons ook wel heel veel gaat brengen in de zin van, hè, techbedrijven lezen we nu hier ook, hè, dat die hun medewerkers aanraden om thuis te blijven. Of in sommige gevallen zelfs verplichten om allemaal remote te gaan werken. Ik denk ook dat het heel goed is om met elkaar op die manier nu te moeten ervaren hoe het ook kan. Ja. In plaats van elke keer nog heel krampachtig met elkaar altijd op één plek te moeten zitten om te kunnen werken. Dus wat dat betreft gaat het ons ook wel helpen in het adopteren van nieuwe technieken en de nieuwe revolutie sneller op gang te helpen. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Ja, laten we gewoon zo een tijdje nog een keer een podcast opnemen als je het leuk vindt om te kijken hoe dan de situatie is en hoe snel het hier ook allemaal gegaan is. Inderdaad, moeten we zeker doen. En wat ik als laatste nog mee kan geven is, we hebben natuurlijk een bepaalde vooringenomenheid richting China. Ja. We hebben vaak ook wel bepaalde meningen over... met name ook de overheid, waar ik voor een groot gedeelte ook in mee kan gaan. Ja. Maar ik denk dat we tegelijkertijd ook heel erg veel kunnen leren. Dus we moeten ook openstaan en durven te kijken vanuit de bril van een ander volk. Ja. Bijvoorbeeld de maatregelen die met corona ook zijn getroffen. En wat kunnen we daarvan leren? Ja. En dan tegelijkertijd proberen we onszelf als nuchtere Nederlanders te blijven, maar wel de feiten. Precies, de beste dingen die ze daar hebben gedaan eruit te halen en mee te nemen. Ja, ja. Nou, daarom is deze podcast denk ik ook zo relevant. Superleuk. Nogmaals dank, succes daar en nog even in Nederland voor jou helaas en even geen China, maar hopen dat nog het een paar maanden bijvliegt. Inderdaad, september, oktober, dan gaan we gewoon weer die kant op. Hartstikke leuk, ik ga het volgen, dankjewel. Oké, tot later, bedankt, hoi, hoi. Wat ontzettend leuk dat je deze video volledig hebt uitgekeken. Ben je nu al abonnee van mijn kanaal? Klik anders nog even op abonneer en wil je op de hoogte blijven van mijn laatste video's, klik dan ook even op het belletje. Als de video leuk genoeg was, beloon hem dan met een duimpje en praat met me mee over de inhoud van het filmpje in de comments onder deze video.